Hallo daar, mijn naam is Jennifer Marianne. De wereld van energie is mijn specialiteit en mijn passie. Met mijn podcast neem ik je mee in mijn verhalen waarin ik de vertaalslag maak van mijn fysieke wereld naar de energetische wereld en andersom. Voor inzichten, heling en groei. Ik wens je veel luisterplezier. Oh my god, it's such a long time. Ik heb helemaal niks meer verder opgenomen. Ik ben, het is ook gewoon vakantietijd. Rasje is even lekker vakantie. En tussentijds, als Aisha dan ligt te slapen, heb ik niet echt op die manier, de alleentijd. En wel echt super veel inspiratie. En als je me volgt op social media, dan heb je dat sowieso al voorbij zien komen. Na de Lionsgate healing, eigenlijk daarvoor al met de chakra healing van het heiligbeen. Die was echt gewoon super om te doen en het gaat trouwens steeds beter en ik weet ook, iedere keer met die online healingen vloog ik eruit, maar ik moet gewoon het kabeltje, ik heb zo'n wifi versterker en dan moet ik gewoon het kabeltje in mijn wifi versterker en dan in mijn laptop doen. Of in mijn telefoon kan ik in mijn laptop en dan moet ik het gewoon via mijn laptop doen en dat werkt ook gewoon veel beter. Oh, natuurlijk als ik een PowerPoint heb. En ik vind een PowerPoint eigenlijk ook wel heel erg fijn. Natuurlijk ook voor degene die het dan volgt, mijn verhaaltje volgt. Ook voor de replay is dat ook gewoon fijn om door te nemen. En eigenlijk, zo op die manier. Nu ook met die Lionsgate Healing. Daaruit is uiteindelijk mijn membership gekomen. Nu mijn nieuwe membership van de Sacred Healing Membership. Dat is echt serieus alle lof voor. Annika, die had dat leuke idee. En toen dacht ik, ride with it. Weet je wel, ik vond het echt. Ik dacht, laten we even kijken. Ik vind het wel een leuk idee. Ik had het al gedeeld. Er kwamen leuke reacties op. Ik dacht, ik zie wel uiteindelijk. En toen dacht ik, nee, niet. Ik zie wel uiteindelijk. Ga het gewoon doen. En als het gewoon vloeiend gaat, dan is het gewoon oké. Okay, heerlijk, weet je wel. Dus, dat ben ik dan ook gewoon gaan doen. En toen, ja, toen was het Lionsgate Healing, dat was het inderdaad. En het vloeide allemaal. Dus nu ben ik helemaal op het membership. Volgende week ga ik inplannen, want Rashid begint volgende week ook gewoon weer met werken. Dus dan start ik ook weer met werken, alsof ik dat natuurlijk niet de hele tijd doe. Oh, ik heb natuurlijk Aisha de verjaardag gehad. Aisha is 1 jaar geworden, yay! 4 augustus is ze 1 jaar geworden. Een superleuk verjaardag gehad en ook een superleuk verjaardagsfeest. Die was zaterdag de 7e. Memorabel, echt gewoon, zacht uitgedrukt. Mijn thema was Wild One. Dat had ik gevonden. En dat was een hele leuke ballonnenboog. Uiteindelijk heb ik er 2 gekocht. Heb ik aan elkaar vastgepakt. Heel veel ballonnen. Superleuk. We hadden uiteindelijk ook een, hoe heet dat? Een partytentje hadden we in de tuin. Ik dacht, fijn. We kunnen gewoon lekker de deur open. Het zou een beetje regenen, dacht ik. Beetje. Oh god, uiteindelijk het ging stormen, zelfs hagel. Ik stond buiten. De partytent die vloog bijna weg, dus snel afbouwen. Dus ik stond voornamelijk met, 3 of 4 mannen met Rasje erbij om dat af te bouwen. En ik dacht, ik wil ook wel gewoon helpen. En ik vind het niet erg als ik eenmaal kletsnat word, want hierboven kan een handdoek in mijn haar gooien en weet je, klaar. Dus ik kreeg natuurlijk best wel veel water over me heen uiteindelijk toen ik de deuren dicht probeerde te doen. Ik stond nog soort van onder, half onder de partytent. En toen ze me af aan het breken, toen wat het water wat daarop lag, dat kwam op mij. Oh my god, het was zo koud. Maar het was echt hilarisch. En IJs heeft het zo goed gedaan. Die heeft allemaal cadeautjes uitgepakt en het deed ze zo met zoveel plezier. Het was zo leuk om te doen. Het was wel een soort van chaotisch, maar de sfeer was heerlijk. Ja, ik heb zelf gewoon echt genoten, alhoewel ik de hele tijd bezig was. En af en toe keek ik bij IJsje, want die was bij mijn vriendinnen. Die kreeg daar gewoon eten en zo. Dus die was helemaal, helemaal geverteerd. IJsje die komt nu thuis. Ze was eventjes weg met papa. Die komt nu thuis, dus ik wil wel even hallo tegen haar zeggen. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Tot zo. Echt ondertussen zijn er al een aantal dagen voorbij. Is het al volgende week, om maar zo te zeggen. Het is nu de 26e en ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik hem heb opgenomen. Ik ben al bezig met het inplannen. In ieder geval, ik ben niet bezig met inplannen. Ik heb een plugin. Op mijn website staan heb ik naar de members gestuurd. En die kunnen zichzelf inplannen nu voor een afstandhealing in de maand vanaf nu tot en met september.
Dus nou ja, dat loopt. Al twee healingen gehad met reading. Het is zo fijn, zo magisch. My god. Ja, en verder, ik moest er heel even tussenuit. Even een dag, even niks. Eigenlijk liefst wil ik 2 dagen, maar ik ben nog te hyper met alles. En ik vind het zo leuk. Ik vind het membership zo leuk. Ik wil ook daar mijn eigen groove in vinden. Ik wil daar ook blijven delen. Zodat er niet opeens een soort van radiostilte is. Dat wil ik gewoon niet. In die 4 maanden wil ik toch wel iets bereiken. Nou, dat doen we al hoor. Door middel van gewoon zo'n healing en een reading. Want die reading echt tot nu toe. Ik vind ze wel echt heel krachtig hoor. Het is, er komt wel echt veel duidelijkheid uit voor degene. En ik merk dat de manier waarop de intenties uit worden gezet. En dat ik daar nu meer aandacht aan besteed. Dat wel heel krachtig werkt. En mijn intentie is dan ook weer om die intenties van de andere, van de members te bekrachtigen. Te versterken. En daarmee dus, ja. Ja, nee, ja, daarmee dus natuurlijk dat precies die intentie tot waarheid te laten komen. En tot nu toe voel ik dat wel echt heel erg. En er is gewoon ruimte en vrijheid om te delen en niet te delen wat je wil. Maar in ieder geval ook de ruimte om persoonlijk met mij te delen. Zodat ik dat toch kan meenemen. En dat we echt wel persoonlijke shifts kunnen maken. Ja, ik vind het wel echt super tof. En ja, ik vind het gewoon heel fijn hoe die flow gaat. En ik merk dat ik nu al wat meer ideeën krijg voor ander soort, geen memberships. Nee, geen memberships, maar ja, ofwel. Weet niet, gewoon andere dingen die toch wel iets laagdrempeliger zijn. Dit is wel heel erg laagdrempelig. Maar nog de mogelijkheid om een stapje eigenlijk verder te gaan. Dus eigenlijk dan dit en dan nog een stapje. En dan 1-op-1. Maar dan wel met bepaalde tijden dat je kan instromen. Ik denk dat ik gewoon dat gewoon heel erg voel. Ik weet nog niet hoe dat verder zal tot uiting zal komen. Maar ik denk dat ik het wel. Dit is de eerste keer dat ik het geloof ik zo op die manier doe. Ja, ik geloof dat ik met een maandmembership ook al heb gedaan hoor. Weet ik eigenlijk niet zeker. Dat je bepaalde tijden had om gewoon weer in te springen. En dit is nu gewoon voor 4 maanden en ik vind het wel heel fijn om... het is denk ik ook rustiger voor mij dat ik 4 maanden lang met een bepaalde groep aan de slag ga. Niet dat iedere keer weer 1 iemand bijkomt, want dat maakt het gewoon heel erg onrustig. En als iets voor mij onrustig maakt, dan weet ik zeker dat het voor de anderen ook wat onrust kan geven. Voor sommigen niet, weet je, die boeit het verder niet, geloof ik. Maar voor mij dan eigenlijk wel, dan laat het bij mezelf houden. Voor mij, ik vind dat onrustig, want dan wil je toch iemand weer welkom heten en je bent toch weer van je... stramien dan af wat je eigenlijk al hebt opgebouwd met de groep. Dus dat voelt in principe gewoon rustig als ik nu gewoon die datum heb. Dus ja, nou gek. Nog echt hoeveel dagen? Weet ik niet. Ik weet het niet. Nog in ieder geval een weekje, denk ik. En minder dan een week. En dan gaan de deuren dicht. Want eerst zei ik van ja, in september starten we. We zijn nog gewoon gestart. Ik moet ook de mails die ik al heb gestuurd. Die moet ik ook echt even proberen of ik dat erin krijg. Om automatisch te versturen wanneer je het hebt geboekt. Net als al die andere mails. Net als al die andere mails. Zodat ik dat niet individueel hoef te doen. Nou, dat heb ik nu al bij 3 of 4 dames gedaan. En ja, in principe is het zo gedaan hoor. Maar als het meer mails worden, dan is dat wel gewoon een gedoetje. En als dat tijd... Dus ja, als het anders kan, is dat tijdbesparend. En dat is wel zo fijn. Ik vind het wel echt heel fijn dat ik heel lang dus niks meer op de podcast heb gedeeld. Dus ik hoop dat dat eigenlijk wel weer wat meer flow inkomt. Maar misschien is het ook de perfecte tijd. Het is natuurlijk vakantietijd. Dus misschien hebben heel veel mensen gewoon geen... tijd om op die manier te gaan luisteren. Want misschien ben je wel met je kids. Ik heb geen idee of je kids hebt, ja of nee. En misschien ben je wel met je kids. En dat merk ik ook met IJssel. Dan heb ik ook geen zin verder om naar dingen te luisteren. Omdat als ik luister, dan heb ik geen aandacht voor haar. En als zij wakker is, dat heb ik wel nog steeds. Ik ben wel iets, meer vrijer in geweest. Ik doe ook mijn eigen ding. Maar in principe als zij wakker is, dan is het gewoon ook de aandacht voor Aisha. Want je hebt gewoon ook met bellen, dat doe ik dan ook niet graag als zij wakker is.
Want je hebt gewoon je aandacht er niet bij, snap je? Je bent niet volledig aanwezig, vind ik zelf. En je bent dan wel fysiek aanwezig, maar je bent gewoon niet aanwezig. En ik vind het heel erg belangrijk dat ik aan Aisha meegeef dat ik er, dat ik echt aanwezig ben. En ook wel het verschil is. En dat het ook duidelijk is voor haar dat wanneer ze bij wijze van spreken, ze is in de box, dat dat gewoon haar tijd is en mama's tijd. En dan ben ik gewoon of bezig met koken of iets anders voor mezelf. Ja, dat vind ik wel. En geleidelijk gaan we natuurlijk, ga ik dat uitbreiden. Want op een gegeven moment, ze doet nu nog 2 dutjes. Op een gegeven moment gaat dat gewoon naar 1 dutje. Kijk, dan is het gewoon ja, logisch dat je dan ook tussendoor dingen voor jezelf doet. Maar ja, ik probeer die interactie wel echt iedere keer met haar te houden. Ook als we gaan wandelen. Want zij is natuurlijk al een tijdje dat ze gewoon naar voren gericht is. En dan vind ik het ook belangrijk om die connectie te maken. Ik vind dat qua energie vind ik dat ook gewoon heel erg fijn. Dus af en toe even weer wat kletsen of zo. Even denken. Er is zoveel gebeurd en ik wil zoveel delen. En toch ook weer niet. Want ik heb ook een amazing call gehad. Ja, die vond ik zo fijn. En daar zijn ook weer inzichten uitgerold die ik dan heel erg graag met je wil delen. Alleen, ja, dan is het toch soort van weg. Stom is dat, hè? Nou ja, in ieder geval, misschien herken je het wel. Misschien ben je ook heel erg met de Lionsgate-energie bezig geweest. De Lionsgate, die was 12 augustus al dicht. Maar geloof me, die nasleep is merkbaar en voelbaar. Ik had ook, over de volle maan heb ik geloof ik al gesproken. Maar ik merkte dus nu met deze volle maan dat ik echt gewoon zoiets heb. Oh, ik moet echt. Mijn intentie is echt focus en helderheid. Want ik merk dat als ik dat niet doe en als ik die intentie niet uitzet, dat ik echt all over the effing place ben. En dat voelt heel onrustig. En ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus ik ben ook benieuwd of jij intenties uitzet. Doe je dat gedurende de dag? Heb je meerdere intenties die je bij wijze van spreken vanuit 's ochtends uitzet voor de dag? Of doe je dat niet en ben je meer gewoon in het moment van, oh, dat ga ik doen, nou, daar wens ik. Of dat is mijn intentie. En dan hupplepup. Vraag je ook je goddelijke helpers erbij? Ga je boodschappen doen? Ga je niet boodschappen doen? Weet je wel, ik weet niet, als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan ken je al die voorbeelden wel. Ben je heel erg bezig nu met je spirituele ontwikkeling? Of is dat op een laag pitje gegaan? En wat versta jij onder spirituele ontwikkeling? Ik merk dat ik die vraag ook weer een beetje wil stellen aan mezelf als ik dat vraag. Wat verstaan we onder spirituele ontwikkeling? Voor mij is dat heel erg bewustwording van het energetische stuk. Bewustwording dat niet alles wat we zien, dat gelijk de waarheid is of zo. Of dat echt is. als je begrijpt wat ik bedoel. En ook dat alles wat we niet zien, dat ook al zie je het niet, dat het er wel is. En dat het invloed heeft op jou. En invloed kan hebben op jou. En dat we altijd de keuze hebben om daarin mee te gaan, ja of nee. En spirituele ontwikkeling vind ik ook de gevoeligheid. Van de mate waarop je dat onderscheid kan maken. Want velen van jullie, denk ik, veel van mijn volgers, wacht even hoor, veel van mijn volgers die hebben denk ik ook wel van, hè, je bent hooggevoelig of je hebt in ieder geval, je bent heel erg gevoelig geweest als kind zijnde, hoogsensitief, hoe je het ook wil noemen. En dat is eigenlijk dat je van alles voelt, maar je kan je vinger er niet op plaatsen. En je hebt de woorden er niet voor om het uit te kunnen leggen, omdat je snapt eigenlijk helemaal niet zo goed wat er aan de hand is. Dus ja, hoe kan je het dan uitleggen? Vaak komen daar dan weer emoties bij kijken. Want op het moment dat we eigenlijk voelen dat we iets voelen, maar het niet kunnen benoemen, dan maakt dat ons onrustig, geeft dat ons een gevoel van onmacht ook vaak. De emoties die daarbij kunnen komen is dus wat je bij kinderen ook vaak ziet, hè? Trouwens woedeaanvallen, maar ook gewoon bij ons hoor, ook bij volwassenen. Denk ook maar als we gewoon overlopen, wanneer je inderdaad overloopt, dat je gewoon niet zo heel erg lekker in je vel zit. Nou, dat is dus eigenlijk met dat stuk dat je gewoon heel erg gevoelig bent voor heel veel dingen om je heen, heel veel energieën en ze niet kan plaatsen. Nou, dat doe ik natuurlijk vanuit dat vanuit het traject, dat ik daar heel erg één op één mee aan de slag ga om door middel van
de healingen, door middel van de inzichten, door middel van de readingen, maar ook door je eigen inzichten, dat weer te delen met mij en daarover te hebben, dat we daarover in gesprek gaan. Dat ik dus jou laat voelen wat het verschil is tussen energieën en dat je weet van, oh, is dat dus aan de hand? Oké, ja, nu snap ik het. En oh, oké, zo kan mijn omgeving erop reageren. Oké, dan snap ik het. Oké, dat is die energie. Oké, ja, dan snap ik waarom ik me zo voel. Of juist van, oké, dan hoef ik me eigenlijk helemaal niet zo te voelen. Dan is het oké. We creëren natuurlijk heel vaak emoties en we hangen er bepaalde betekenissen aan vast. En die betekenissen kunnen gewoon veranderen. Weet je, het is net als je... ik weet niet of ik dit al heb gedeeld in een podcast. Ja, dat krijg je ook. Hè. Als je gewoon niet meer eigenlijk zo deelt in een podcast, weet je niet meer wat je wel en niet meer hebt gedeeld. Omdat je dan zoveel gesprekken hebt gehad, dat je denkt, oh, heb ik dat nou met jullie gedeeld of niet? Maar het is net zoals dat je dus van op een springplank. Je springplank in het zwembad en je hebt grote en je hebt kleine. Maar nee, je gaat van die hele, hele, hele grote. En dan moet je gewoon een trap op. En nou, dan voel je die spanning al. Je gaat die trap op en je staat bovenaan en je loopt de plank op en je kijkt naar beneden en je wil heel graag duiken, maar het is zo spannend en je bent zo, ja, excited en op een gegeven moment springt er. Ah. Nou, oké, dat kan je dus interpreteren als excitement. Misschien ben je ook in mijn soort van hele kleine mini verhaal meegegaan en denk je, oh my god, en voel je het al helemaal kriebelen in je buik. Ja, maar soms, en sommige mensen kunnen dat interpreteren als angst. Voor welke interpretatie ga jij? Welke betekenis hang je eraan? Weet je, als je gaat skydiven, weet je wel, precies hetzelfde, maar dan, ik denk, 1000 keer erger, voel je dat. En ja, hoe interpreteren we dat? En ik denk dat we heel vaak dingen van, als we inzicht krijgen over toekomstgericht, als we vanuit ons toekomstige zelf al energieën voelen wat er aankomt, dan is dat eigenlijk gewoon gezonde spanning. Maar omdat je niet weet wat het is, omdat je het niet kan zien, dan draaien we het gelijk om naar angst. En ik denk dat dat een menselijke eigenschap is. Er wordt ook heel vaak gezegd, wat een mens niet kent, daar heeft het al bij voorbaat angst voor. En dat ik zeg niet dat het een goede eigenschap is. Ik denk dat dat een negatieve uiting is van het stuk mens zijn. En niet in overgave zijn en niet in vertrouwen zijn. Maar het is een eigenschap van. En het is een uiting van mens zijn. Ik denk dat dus heel veel kracht. Wij geven heel veel kracht en macht weg. Door gelijk de interpretatie te geven aan iets. En daar eigenlijk niet bewust bij stil te staan. En niet bewust een keuze te maken van. Ik voel dit en ik kies ervoor. Om die interpretatie eraan te geven. Want uiteindelijk hebben wij emoties in soort van subcategorieën gedeeld. Maar die zijn er eigenlijk helemaal niet. In sommige landen bestaat bij wij, ik weet eigenlijk niet meer waar. Ik had dat ergens gezien of ergens gehoord of ergens gelezen. In sommige landen of in een bepaald land, I don't know, sorry. Is er het woord verdriet bestaat niet. Het komt niet voor in hun vocabulaire, in hun... in een woordenboek. Zij spreken verdriet niet uit op die manier. En dat is niet dat het er niet mag zijn, maar ze geven het een andere betekenis. Nou, en hoe krachtig is dat eigenlijk? Weet je wel, om een andere betekenis aan verdriet te geven. Want vaak hangen we er al heel veel oordeel aan, hè, over verdrietig zijn of over verdriet. En niet zozeer van de ander, maar voor jezelf. Of misschien ook bij de ander, hoor, daar niet van. En dus we kunnen zeggen dat verdriet en tranen een emotie is. Maar in hoeverre is dat dus eigenlijk ook weer een kernemotie? Dat is alleen maar weer een subcategorie die wij hebben gemaakt. Omdat we zoveel mogelijk proberen te definiëren. We proberen zoveel mogelijk woorden aan iets te geven. Want dan hebben we het idee dat we het begrijpen. En ik denk dat we te veel zoveel woorden eigenlijk hebben gegeven. Dat nogmaals die kracht en die energie eruit weg is. Dat het zo is opgedeeld. En dat het daardoor heel verwarrend eigenlijk is. En we snappen eigenlijk niet dat het verwarrend is. Laat het zo zeggen. En ik ben dus meer van. Vanuit dat hogere zelf. Kijk je heel erg anders naar emoties. En niet. Ja, eigenlijk zijn ze er soort van niet. maar ze zijn er toch ook weer wel of zo? Of nee, kijk, als ik vanuit... Stel, ik ben heel verdrietig. Echt
Ik heb dat ook met Aisha. Dat is gewoon even recent voorbeeld. Toen nog in die eerste 3 maanden. Ik heb echt serieus tegen de muur op kunnen lopen. Misschien heb ik dat ook wel vaak gedaan. It's all a blur. In ieder geval, ik had serieus af en toe heel erg zwaar. En als ik dan de momenten had die soort van klikten met het hogere zelf, als ik daar kwam, want het kostte me ook dan weer voor mijn gevoel heel veel moeite, omdat ik al zo moe was. Maar als ik daar kwam, dan was er een rust over die emotie, dat het er mag zijn. Maar niet op een manier mag er zijn en je doet er niks mee, maar op een manier het mag er zijn. En door juist die rust en het door toe te laten, ontvang je verder de inzichten wat je vervolgstappen moeten zijn. Nou ja, vervolgens deed ik daar natuurlijk niks mee, want dan helde Aisha weer en dan was ik weer terug bij af. Maar kijk, op een gegeven moment, dat zijn situaties die niet blijvend zijn. Godzijdank. Maar sommige situaties, ja, en die dus niet blijvend zijn. En daardoor, door wel frequent dus dat contact te maken met je hogere zelf, dan merk je, of dan ga je merken dat je steeds meer gaat begrijpen van je eigen emoties en hoe je ze ook moet interpreteren. En dat is voor iedereen serieus individueel. Ik kan dus hier natuurlijk voorbeelden geven of in, nou ja, bepaalde plekken, als je misschien een call hebt. Ik kan bepaalde voorbeelden. Nee, een call is 1-1. Maar heb ik natuurlijk best wel weinig tijd. Dat is maar 1 uur. Ik kan altijd algemene voorbeelden geven, maar iedereen is anders. En iedereen heeft toch weer een andere nuance. Hoewel er veel uit algemeen iets te halen valt, echt heel veel. Ik doe het ook heel goed bij wijze van spreken als ik algemene dingen luister. Bijvoorbeeld van Abraham Hicks, dat zijn algemene situaties. Dat is van een bepaald persoon, maar daar kan je je eigen inzicht uit halen. Nou, zo op die manier, je kan je eigen inzicht eruit halen. Maar op het moment dat je daar bij wijze van spreken ook echt, als ik daar zou zitten en mijn eigen dingen zou delen, dan zou dat nog meer binnenkomen. Dan zou ik nog meer begrijpen en dan zou dat nog sneller klikken in plaats van dat je vanuit algemeenheid eigenlijk dingen aan het doen bent. Ja, dan voel ik eigenlijk ook weer heel erg sterk dus die waarde van het 1-op-1, hè. 1-op-1 coach. Ik was de was aan het ophangen gisteren. Ik zat ook te denken over het traject 1-op-1. Ik denk, oh, dat vind ik eigenlijk toch zo leuk. En waarom vind ik dat leuk? Vind ik het ook leuk om mezelf vragen te stellen? Nou, omdat het trouwens iedere keer ook weer verandert. Iedere keer komen er dingen bij. Maar ik vind het heel leuk dat er dus dat ik dus dat 1-op-1 contact heb. En ben ik nou zoveel aan het praten dat ik geloof dat ik mijn kern kwijt ben. Dat is zo jammer. Herken je dat? Dat je dan zoveel aan het kletsen bent en dan eigenlijk ben je kern kwijt. Maar wat vond ik leuk aan die... Ik had iets. Ik vind heel veel dingen leuk aan het 1-op-1. Nou, ik denk in ieder geval wat ik gewoon wil zeggen, is dat op het moment dat je natuurlijk individueel aan de slag gaat, dan, oh ja, dat was dan natuurlijk over het voorbeeld dat ik in mijn hoofd van Abraham Hicks, dat als je algemeen ding hoort of je zit daar echt in die stoel. 1-op-1 is gewoon heel erg waardevol. Ik vind het heel erg waardevol in het traject dat, en dat vind ik ook het leukste, dat ik echt in diegene's energie kan. En dat diegene ook dan natuurlijk in mijn energie zit, maar ik zit meer in die ander. Wat doe ik eigenlijk? Oh ja, dat was het zo. Sorry hoor, ik moet eerst even weer terugpraten voordat ik weer mijn punt heb. Laat me niet te veel praten, want dan ben ik het weer kwijt. Coach, life coach, dat was het. Zo, ik moet het even zeggen, want anders dan komt het gewoon niet. Ik ben eigenlijk, je ziet veel mensen die zeggen ze, ja, ik ben life coach. Nou, dat is allemaal heel erg leuk en aardig. Coach is natuurlijk helemaal uitgemolken, maar het is gewoon wat ik doe. Ik heb heel vaak geprobeerd om daar andere woorden aan te hangen. Maar weet je, why should I? Alleen omdat iemand anders het woord coach gebruikt die eigenlijk helemaal geen coach is, wil niet zeggen, of nou ja, trouwens, misschien wel coach is, maar omdat er nou heel veel coaches zijn, wil niet betekenen dat ik het woord natuurlijk niet kan gebruiken. Of dat ik het, dat is gewoon een soort van iets van mezelf, dat als iemand anders, of als heel veel mensen dat woord al gebruiken, dan denk ik, ja, jezus, oké, kan ik niet even wat anders verzinnen of zo. Maar ik ben eigenlijk een life coach voor dat spirituele stuk. Want ik merk dat er gewoon heel veel punten in, ik merk dat dat wist ik al, maar nu zeg ik het gewoon weer. Er worden heel veel punten worden aangeraakt tijdens een 1-op-1 traject. Of je nou 3 maanden bent of 6 maanden traject hebt, dat maakt niet uit. Ook in een 3-maand traject wordt eigenlijk alles aangeraakt.
En ja, dat gaat allemaal heel snel. 3 maanden, het is ook weer zo voorbij. Maar je bent wel heel erg intensief aan de slag geweest. Kijk, 1 keer in de week hebben we gewoon contact, als niet meer. Dus dat is wel echt een bizarre frequentie. Maar waardoor ik heel goed snap hoe jouw leven in elkaar zit eigenlijk, in elkaar steekt. En hoe jij erop reageert en waardoor je dus daarom bepaalde dingen aantrekt die jij niet wenst aan te trekken. Of bepaalde dingen niet manifesteert die je wel wil manifesteren. Dus, of waarom bepaalde dingen nog niet mogen gemanifesteerd worden. Weet je, dat soort informatiestukjes kan ik allemaal dan delen. En het gaat op relaties, het gaat op gezondheid. En ik merk ook, als ik... Soms krijg ik niet alles helemaal helder door. Weet je wel, je voelt gewoon, oké, ik moet op een stukje gezondheid. En dan blijf je op een stukje gezondheid. En dan denk je, ja, oké, ik heb mijn soort van verhaaltje al gedaan over gezondheid. Dan is het wel op een gegeven moment nodig dat iemand dan wel weer verder gaat met iets anders. Hè. Stel je voor een ortomoleculaire arts. Ik ben heel erg van ortomoleculaire artsen. Ik vind ze trouwens echt, als jij een ortomoleculaire arts bent, ik vind je super. Ik vind het geweldig. Ik vind het een hele leuke studie. En zo leuk dat ik het zelf allemaal wel zou willen doen. Maar ik besteed dat liever uit. Ik vind het wel heel leuk om er zo mee aan de slag te gaan. Maar zo ga je dus wel weer die verdieping op met iemand anders. Of... Dan ga je op het stukje voeding en lichaam zitten. Of misschien heel veel het stuk relatie wat ik aanraak. Nou, we hebben een stuk relatie gehad en daar heb ik wat inzicht over gegeven. Stel dat het stuk blijft iedere keer terugkomen. Op een gegeven moment dan is het misschien toch wel fijn als je die intentie uitzet. Oké, misschien kan er iemand op me komen die echt zijn eigen discipline daarvan heeft gemaakt. Hè? Die alleen maar op relatie is gefocust. Want ik heb zoveel informatie, dus heel veel haal ik uit je eigen energiesysteem. Maar het is gewoon nodig dat we samenwerken met elkaar. Dus als jij iets nodig hebt, dan is het net zoals ik had een slaapcoach gewoon nodig voor Aisha. Want ik had gewoon iemand nodig die al die informatie gewoon met mij kon delen over slaap. Gewoon de SEC boeken informatie. Ja, dat gewoon. Ik had niet iemand nodig. Iemand kon me perfect vertellen vanuit het energetisch stuk. Weet je wel, wat ik dan ook doe voor mensen. Je kan het perfect ook vertellen vanuit het energetisch stuk. Maar dat is... Dat is anders en dat is heel algemeen en daar kan je heel veel stappen in zetten. Maar ik ben toch meer, ja, ik vind het heel fijn om gewoon die boekinformatie ook te hebben als het gaat over, bij wijze van spreken inderdaad, voeding, als het gaat over dingen. En dan vind ik het niet fijn om dan allemaal weer zelf op te zoeken. Nee, dan vind ik het fijn om daar iemand anders voor in te zetten die op mijn pad komt. Waar ik mijn specialisatie in heb, is het aura, is het energiewerk, is het hogere zelfstuk en daar die connectie sterker mee maken. En uiteraard komen daar dus allemaal andere facetten bij kijken. Maar ja, daar heb je dus alweer, en dan wordt het weer globaal, maar je hebt als eerst gewoon die specifiekheid heb je gewoon nodig. En dat 1-op-1, ja, dat vind ik gewoon echt heel fijn. Dus eigenlijk, ja, vind ik het wel heel leuk. Voor heel veel mensen ben ik dus inderdaad zo'n life coach, maar ja, vanuit die spiritual coaching. Weet je, ik pak niet alleen soort van het versterken van je paranormale vermogens mee. Ik pak niet alleen het versterken van je band, je connectie met je hogere zelf. Het schrijven met je hogere zelf. Of whatever comes out of it. Het zien van je aura. Ik richt me op eigenlijk jouw algehele welzijn. Om daar zoveel mogelijk helderheid in te krijgen. Op elk stukje. Nou, en vanuit daar ga je zelf weer verder. En vanuit daar kan iemand anders het dus weer overnemen. Bij wijze van spreken zoals een ortomoleculaire arts. Ja, dus dat vind ik gewoon heel cool. Dus nou ja, dat wil ik even delen. Verder. Dat was het denk ik even voor nu. En ik denk dat het alweer genoeg voldoende zo was hoor. Ik wil je een hele fijne dag verder toewensen of avond. Super bedankt voor het luisteren. En heel leuk als je me inderdaad een berichtje hebt gestuurd. Ik zag laatst dat er heel veel dingen in mijn spam waren gekomen. Echt zo stom. Ik weet ook niet of dat bij mijn mail kan bij info@jenniferhealingpraktijk.nl. Of daar ook een soort, ik zie daar geloof ik helemaal geen spambox, maar of daar iets in mijn spam komt. Maar in ieder geval jenniferhealingpraktijk@gmail.com had ik echt best wel wat in mijn spambox. Dus dat is wel vervelend, maar ik check het nu wat regelmatiger en ik hoop dat het gewoon goed komt. Uiteindelijk, ja. Maar leuk, weet je in ieder geval, als je me een mail stuurt omtrent inderdaad de podcast. Ik vind het altijd leuk om af en toe te lezen. Ik zal niet altijd gelijk reageren.
9 van de 10 keer niet. Of überhaupt reageren, maar weet dat ik het wel heel erg fijn vind. En eigenlijk, nee, ik reageer 9 van... Ja, ik reageer bijna altijd wel, sorry. Ja. Ja, ik reageer altijd. Oké, nou, dat was het. Dan was bedankt. En tot de volgende keer. Namaste.